Bij een ernstig ongeval in Heesch zijn maandagavond 2 mensen gewond geraakt. Kort na 9 uur botst op de Nistelrodeseweg een auto door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Het kostte de brandweer veel tijd om de bestuurder van de auto te bevrijden. Beide slachtoffers zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is begonnen met een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.